Elke dag ben ik bij mijn moeder en help ik met allerlei dingen. Taken als boodschappen doen of koken of wassen. Dat lukt op zich wel. Dat is gewoon wel prima te doen. Maar vooral de angst en de stress die het met zich meebrengt, dat vond ik heel zwaar. Ik werkte ook ernaast, want je hebt als student toch ook een soort van inkomen nodig. En die drie punten, zeg maar, dus werk, mantelzorg en studie, waren echt zwaar om te combineren. Naar mijn idee zijn veel mantelzorgers best wel onzichtbaar. En zij zullen ook niet zo snel om hulp vragen. Op het oog kan het lijken alsof het goed gaat met iemand, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Want mijn studieresultaten waren altijd best wel gewoon goed. Maar met mij ging het eigenlijk altijd minder. Ik dacht dat ik het eigenlijk allemaal wel alleen aan kon. En ik schaamde me eigenlijk ook een beetje. Dat ik dacht van weet je, het is ook niet iets wat je snel aan vrienden vertelt. Je hebt dan wel decanen en studentenpsychologen. Maar vaak ligt die drempel om daarheen te gaan best wel hoog. Ik had bijvoorbeeld heel erg het gevoel dat er dan iets mis met me was. Er is wel hulp. Alleen soms is het best wel moeilijk te vinden voor studenten. Dus ik denk dat scholen daarin wel een bijdrage in kunnen leveren om dat beter zichtbaar te maken. Ik als mantelzorger wist bijvoorbeeld een hele lange tijd niet dat ik überhaupt een mantelzorger was. En wat is er dan allemaal mogelijk? Dat weet je dan allemaal niet zo goed. Ik snap ook wel dat docenten geen hulpverleners kunnen zijn. Maar naar mijn idee kun je op hele kleine manieren al best wel veel impact maken op een studerende mantelzorger. Door als een docent even vraagt van hey meid, hoe gaat het met je? Of fijn dat je er weer bent vandaag. Ik weet dat het soms lastig voor je is. Waar ik heel erg behoefte aan had en nog steeds heb, is eigenlijk een soort van community. Een soort van lotgenotengroep. Mede door die ervaringen heb ik eigenlijk met twee medestudenten, studenten helpen studenten, opgericht. En ik wil er eigenlijk zijn voor anderen daar waar ik er toen alleen voor stond.